basisplaats van Noemar Tankovic bij Jong AZ. Dat het op een bijveld van Sportclub Groningen, op een bijveld dat Hoopveld heeft gegeven richting. Het begin van de wedstrijd met Helmer tussen 5 en 6. Het is een terechte strafschop voor de koploper van de tweede divisie. En achter de bal gaat dan staan Noemar Tankovic. De bal beheerst langs Sandor, de doelman van AFC. Het is alweer zijn 7e treffer in 6 wedstrijden in de tweede divisie. AFC niet echt in vorm. Pakte pas 1 punt in 2017. Verloor de laatste 2 thuiswedstrijden van Linden en Jong Vitesse. Jong Rook tegen AZ nauwelijks aan te pas. Dat is slecht. Is de gevaarlijke in de halve spelen. Een schot van de voet van Marien Willemsen. Voor de rest is het AZ dat dicteert. Een kopbal van Til. Prima redding van de doelman. Voorkomt dat het 0-2 wordt. Stenks, hij maakte afgelopen weekend zijn debuut in AZ1. Hij is hier dichtbij voor de behoefte van AZ. Dan dit moment. Op slag van rust. Buiten het zicht van de camera's is er wat gebeurd. Hij krijgt Tankovic rood van scheidsrechter De Brito Rocke. Hij zou Maggot Jansen een klap hebben verkocht. Dat is een rode kaart met gevolgen. En hij geldt ook voor het eerste elftal. Dat zondag speelt op bezoek bij Feyenoord. 10 spelers van de AZ. Van AFC. Het eerste gevaar na rust. Komt weer van die voet van Willemsen. Toch heeft AZ niet heel veel last van AFC. Amsterdam is wel iets meer de bal. Zodra het een beetje in de buurt komt van het doel, neemt AZ over. Zelf komen de Alkmaarders ook af en toe nog gevaarlijk uit. Helmer! Had er meer met deze kans kunnen doen. Jessen. Veel ruimte voor een voorzet. Er zit Olijen er een beetje naast. Er zit Kulan, die heeft goed het overzicht. En de bal is recht in de handen van Olij. Jessen. Hier niet goed tussen de palen geschoten. De kansen zijn al spaarzaam voor AFC. Er wordt ook niet goed mee omgegaan. Zo houdt Jong AZ nog altijd stand. Slotfase van de wedstrijd dan. De voorzet gaat richting Nijpels. Hij schiet de bal niet tussen de palen en langs Olij. Zo wint Jong AZ bij AFC. Verstevigt het de koppositie in de tweede divisie. En moet AFC zich ook zo langzamerhand een beetje zorgen gaan maken.